In het rustieke Groene Hart liggen de ooit onder water bedolven polders aan de westzijde van Aarlanderveen. Een belangrijke rol die weggelegd is voor de drooglegging van de polders zijn natuurlijk de molens. Binnen dit gebied ligt de Aarlanderveense molenviergang. De vier molens van de molenviergang zijn in twee perioden gebouwd. De eerste drie molens zijn eind 18e eeuw gebouwd en de vierde molen begin 19e eeuw. De eerste drie molens worden aangeduid met de nummers 1, 2 en 3. De laatste molen, nummer 4, heet de Putmolen, vernoemd naar de put van de polder. De molenviergang is nog steeds in bedrijf om de drooggelegde polder in Aarlanderveen droog te malen wanneer het water eventueel te hoog staat. Molen nummer 4 staat apart van de overige drie molens. De molen bemaalt een lager gelegen deel van de polder, de zogenaamde put. Hierin werd vroeger nog turf gewonnen, ten tijde dat het hogere deel van de polder al droog gemalen was. De put heeft een oppervlakte van ruim 100 hectare. Molen 1 heeft een peilschaal waarop de waterstand af te lezen is. Wanneer deze te hoog is, wordt er een signaal gegeven aan molen 2 dat er gemalen kan worden. De molenaar van molen 2 geeft vervolgens het signaal door aan molen nummer 3. Het hoogteverschil tussen de twee molens onderling is 1,20 meter. Molen 3 pompt het water als laatste de Oude Rijn in. Wanneer het peil in de polder weer normaal is, zullen de molens stoppen met malen. Vroeger seinden de molenaren elkaar met lichtjes in de vensterbank. Omdat de molens zich op één lijn van elkaar bevinden, was dit een effectieve methode. De afstand tussen de verschillende molens varieert van 250 meter tot 1,5 kilometer. De drooggemaalde polder aan de westzijde van Aarlanderveen wordt omsloten door de zuid- en noordeinderpolder van Aarlanderveen. Het overtollige polderwater moest daarom dwars door de zuid- en noordeinderpolder naar de Oude Rijn worden gemalen. De eigenaren van de molenviergang voelden echter niets voor om opgezadeld te worden met het water van de buren. Daarom werd een aparte bemaling aangelegd voor het droogmalen van de westzijde van de polder. Dit betekende wel dat beide bemalingen elkaar kruisten. De boezem tussen molen nummer 2 en molen nummer 3 wordt op deze plaats met behulp van een sifon onder de molenwetering van de zuid- en noordeinderpolder doorgeleid. In de bovenmolen, nummer 3, vertelt de enthousiaste molenaar Erik van der Bos zijn verhaal. We zijn nu in de kap van de molen. Dus dat is echt het bovenste gedeelte waar dus eigenlijk de meeste tandwielen en raderen te zien zijn. En waar het meest technische gedeelte van de molen te zien is. Dit wat we hier zien is het bovenwiel. Dat zit bevestigd aan de gietijzeren bovenas. En de gietijzeren bovenas, daar zitten dus aan de buitenkant van de molen, zitten daar de wieken aan bevestigd. Om dit bovenwiel zit ook de rem van de molen. En daarmee kan de molen dus gaan draaien als de rem eraf gaat. Maar we kunnen de molen er ook mee stilzetten. Als de molen nou draait en ik wil de molen weer stilzetten omdat het te hard gaat of iets dergelijks, dan kan ik beneden vandaan de molen ook weer stilzetten. Dan gaan die blokken klemmen zich weer om dat wiel. En doordat die blokken zich om dat wiel klemmen, gaat de molen vanzelf tot stilstand komen. Alleen dat moet in een betrekkelijk snelle tijd gebeuren. Want die blokken staan stil, dat wiel dat draait, dan krijg je dus wrijving en dan krijg je warmte. En dat moet dus redelijk snel gebeuren, want anders zou de molen in brand kunnen vliegen. Het smeermiddel, de ouderwetse varkensreuzel. En daar wordt mee gesmeerd. Dus daar wordt de as hier aan deze kant en aan de voorkant mee gesmeerd. En dat is eigenlijk gewoon varkensvet. En als dat dus door het malen een klein beetje warm wordt, dan geeft dat een smerende werking. We staan nu bij het kruihaspel van de molen. Met het kruihaspel kunnen we dus de molen op de wind zetten. Op het moment dat ik in het haspel ga lopen, kan ik deze ketting opwinden. En als die ketting opgewonden wordt, dan gaat dus de hele kap van de molen gaat dus verdraaien. Hier aan het hele staartwerk zit ook de rem van de molen. En dus eigenlijk de hele bediening van de molen gebeurt hierachter. Tegenwoordig kan bijna alles met de computer gestuurd worden. Betekent dat het werk van een poldermolenaar straks niet meer nodig is? Of is dit beroep juist een vak dat nooit overgenomen kan worden door de computertechnologie?